Wedstrijd is begonnen. Gelijk de lange bal. Roland Baas. Tikt hem op Romeon. Roland Baas. Urk zoekt even de ruimte op. Bal terug naar de aanvoerder. Hier is ook ruimte voor Schraal, denk ik. Bal uit de handen van Dien Bredewold. De eerste kans is er voor Urk. Nou, je zult echt even mee moeten gaan. Helemaal denk ik in die openingsfase in de strijdlust die Urk op de mat legt. Roemion naar Ben Moussa. Even de ruimte opzoeken bij Nicky van Hilte. Die heeft misschien ruimte om aan te halen. Ja, gaat hij doen op een verdediger van Urk. Nu overname. Bal diep gespeeld door Schraal. Nu op Schraal. Die schiet er binnen. 1-0 voor Urk. Counter. Het is Lucas Tol die Lucas Schraal aan het werk zet. En zo DVS op een achterstand zet. En dan kunnen we erachteraan. Er is heel weinig ruimte om te voetballen. Dat doet Urk goed. Organisatie dik in orde. Oh, kijk. Foutieve paas. Nou. Toch wel weer aardig wat publiek hier. Mannetje of 1000. Ja. Stef Nijland met de corner. Komt-ie. Afdrukken. Zo. Wow! Ho, ho, ho. Adriaan Kruijsheer. Lekker. Dat doet hij wel vaker vanaf dat punt. Het is ongelooflijk. Maar laatst tegen Eemdijk dacht ik. Ook het eerste doelpunt. Ook zo'n beetje tussen een melee van spelers. Toen in de benedenhoek. Maar nu werkelijk heel fantastisch. Via de onderkant van de lat. Prima schot. Prima doelpunt. Hier kan DVS moed uitputten. Stef Nijland weer. Korte corner nu. Zorgvuldig zijn. Kijken voor de omschakeling. Ben Moussa op de hoofd van Nicky van Hilte. Nou, vorige week op het formulier. En dat herhaalt hij vandaag. Zo is er 19 minuten op de klok. En leidt DVS met 1-2. Uitgeslagen positie. Kaya teruggeknokt. Tweede corner. En de korte variant zorgt voor... Een heerlijke voorsprong nu voor DVS. Opletten. Lucas Tol. Onze handige Tol. Kijk, 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 kijk. Wat is die jongen toch? Oh, oh, oh. Ja, daar zou je wel 3 man op moeten zetten. Maar ja, dat moet je ook weer niet doen. Ik sprak hem even voor de wedstrijd, Stef Nijland. Hij gaf aan dat hij vandaag dubbele scheenbeschermers omdeed. Ja. Dus je weet waar hij hier aan toe komt. Roland Baas nu een keer kan... Achter hem aangelopen worden, maar bal niet helemaal zuiver geschoten. Nee, raakt hem niet heel erg lekker. Stef Nijland zat ook niet koud te hebben. Die gaat zijn derde corner trappen hier. Zal wel geen korte variant zijn nu, denk ik. Nou, misschien Sam de Wit, misschien of Crowther. Nee, weggekopt door Nagel, Lucas Nagel. Via Lucas Schraal naar Jarno van Essen. Ik zou hier de counter eens even uithalen. Die gaat snel, maar... Oh, Adriaan, wat doe je dat goed. Toch wel teken van vorm. Komt-ie, Stef Nijland. Nou, weer Kruijsheer. Nee, die gaat denk ik voor balbezit terug naar Nijland. Even Ben Moussa in de voetjes. Nu zuilig zijn. Kijk eens. Nou. Via de bovenkant van de deklat krijgen we nu de uitbraak van Urk. Neentjens wilde even naar binnen, maar speelt toch naar Schraal. Nee, Tol. Kous door de war. Nu Schraal. Op de hoofd van Leijhorst. Corner voor Urk. Zonder enige chauvinisme. Nou, komt-ie. Tweede bal. Oh. Volkomen verkeerd geraakt door Lucas Nagel. Supporters van Urk hebben weer wat energie gevonden om aan te moedigen. Nentjes. Het ingooi. Van Essen. Op de hakken. Heel mooi. Benjamin Roemion. Roemion nog steeds. Roemion nog steeds, maar wel heel ver van het doel vandaan. Gevoelig balletje. Oh, mooi. Nou, daar komt hij. Nee, oh.
Nog steeds Kruisheer. Oh, wat ben je lekker bezig, Adriaan. Ben Moussa. Wederom het makkelijke balbezit voor DVS. Roemeon. Hoge, verre voorzet. Crowther. Oh, 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 wat mooi. Sam Crowther, die kopt hem, die ziet daar Nicky van Heel te staan. En Nicky wordt langzaam maar zeker topscorer. Het is niet te geloven. 3 doelpunten in de laatste 2 wedstrijden. Heerlijk. 1-3 voor DVS 33. Van Essen in de 16 terug naar Lucas Schraal. Schraal verliest de bal een beetje. Ja, helemaal eigenlijk. Kruisheer, hou hem maar even bij je. Kan de rest aansluiten? Nee, dat lukt niet. Ruimte is er voor Nentjens. Naar Tol. Via de voet van Roland Baas in de handen van Dean Bredewold. Ben Moussa. Keurig. Dat doet hij heel goed. Diepe bal op Stef Nijland. Randje buitenspel. Mag verder. Ja, dat denk ik wel. Ga maar richting die goal. Stef Nijland. Afronden. Hij wacht. Hij wacht iets te lang. En Strijker wacht ook lang. En is heel belangrijk voor zijn ploeg. Moet het wel bekopen met een blessure. Dus, Davies in balbezit. Sam de Wit. Geen lange bal. Nu gewoon de opbouw. Met Roland Baas en Van Leijenhorst. En wederom Roland Baas. Aardig paasje. Wat zeg ik? Goeie paas. Ja, neentje. En nog steeds gevaarlijk. Prachtige redding. Dean Bredewold. Op het toch onverwachte schot. Komt ie. Tuurlijk, Dean Bredewold. Prima. Stef Nijland. Goed gezien. Nou, Adriaan Kruisheer. Oh, Adriaan. Jammer, 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 jammer. Ja, dat zal hij zelf ook doodzonde vinden. Want hij, als hij direct doorgepaast had naar Benjamin Roemeon, dan was hij alleen op de keeper afgestormd. Van Leijenhorst op het hoofddekseltje. Of op zijn hoofd. Tweede bal is wel voor Urk. Klein ophouden door Maarten van Dijk. Maar Urk kan verder. Van Hilton. Het is allemaal net geen overtreding, maar wel vervelend. Dus dat zorgt dat... Oeh, Roemeon, ja nou, loop maar door. Schrijver in de achteruit. Ver van zijn goal. Nou, ben je mee. Doe maar, doe maar, doe maar. Ja, nee, op de paal. Oh, ongelooflijk. Wat een mooie poging van Benjamin Roemeon. Kampong wint, denk ik, van Odin. Het staat 2-0 voor. Denk Odin dan gedegradeerd. Dat was afwachten. Balletje niet op maat voor Crowther. Roemeon kan er wel in tweede instantie bij. Loopt maar door. Steekbal op Stef Nijland. Geen buitenspel van ver. In de handen van Strijker. 67ste minuut. Direct richting de goal. Denk dat hij op de paal wegketst. Dat is een goede vrije trap van de rechtsback. Corner. Komt hij. Hoog bij de tweede paal. Ja, oh, bijna. Sam de Wit, verleden jaar om deze tijd, peerde die hem er ook in met zijn hoofd. Maarten van Dijk. Maarten, heel goed. Nicky van Hilton, Sam Crowther, Maarten van Dijk. Maarten, oeh, ja toch, mooi. Mooi uitgekomen. Roemeon. Geen buitenspel, nee, gaat verder. Tegen... Den Dulk aan. Bal nu voor Sam de Wit. Sam de Wit samen met Nicky van Hilton lossen dat goed op. Balletje van voet naar voet. Crowther naar Stef Nijland. Stef Nijland is 16 in. Is geen bezetting voor de goal. Nu heel langzaam Kruisheer. Ja, die weet hem wel binnen te houden. Of in de ploeg te houden. Maarten van Dijk met Maarten links. Van Dijk, Maarten naast van Dijk. Oh, net naast. En ook hierbij moet ik denken aan de vorige wedstrijd hier op Urk. Precies op datzelfde punt. Stef Nijland tegen de kruising aan, hè? Tegen het hekwerk, of de lat. 79 minuten. Daar komt hij nu ook, hoor, in de korte hoek. Let op. Krijgt, was zo slim net om hem even een metertje te smokkelen. Schijt leek het niet in de gaten te hebben, maar dat heeft hij toch. Komt hij. Nou, kom maar. Let op. Oeh, paal, denk ik, hij wist het, Strijker.
Niet verliezen die bal. Goed steekballetje van Nijland naar Olijven. Olijven vindt Salasiva. Ja, daar komt hij. Vindt Roemeon. Roemeon. Die kan de beslissing brengen. Door de benen, op de benen. Kan nog. Nee, ja, dat is lastig nu. Zo, even een klein trucje van Stef Nijland. Bal weer terug naar Roemeon. Maar Johannes Schrijver op zijn post. Als ze verliezen op Urk, dan gaan die oorbellen toch allemaal af, of niet? Dat weet ik niet. Oh. Dat weet ik niet. Even een gezellig onderrondje door Brands en Salasiva. De aanvoerder laat zich een beetje gelden de bank. Nummer 17. Mag komen. Nou ja, hij krijgt een kaartje. Rikard Jan. Brands. Volgens mij hadden we net... Dit vinden ze het leukst. Gesprek met iemand van de KNVB. Die... De scheidsrechter aan het beoordelen was. Maar dit doet hij gewoon goed af met een gele kaart voor de camphaantjes. Hier. DVS 33 boekt hier een regelmatige en zeer verdiende overwinning. 3-1. En we zetten onze opmars voort. Ongelooflijk, maar het is zo.